Namens Almelo Events staat Jos Tornij hier. Hij is van de Twentse Fietsvierdaagse. Wat maakt na 70 jaar de Twentse Fietsvierdaagse nog steeds zo bijzonder? Ja, al 70 jaar mooie routes door het prachtige land van Twente. Je kunt kijken naar de natuur, naar de cultuur. Er is veel te doen onderweg. We hebben prachtige routes met veel fietspaden en niet altijd op de verharde grote wegen waar auto's je lastig vallen. Ja, het is gewoon een 4 dagen ontspannen daar. Het is gewoon de moeite waard. Wat wordt er gedaan om ook de jeugd op de fiets te krijgen? Nou, we hebben een speciale kinderroute en dat betekent dat de afstand wat ingekort is. En om de 5 kilometer zijn er dan ook activiteiten voor kinderen. Waardoor de ouders even een kopje koffie kunnen drinken en de kinderen een schilderijtje kunnen maken. Of een t-shirt kunnen painten of iets met ballonnen kunnen doen. Waar gaan de routes dit jaar naartoe? Nou, we gaan naar Boekelo op dinsdag. We gaan woensdag gaan we naar Itterbeek. Op donderdag dan gaan we richting Diepenheim en op vrijdag richting Hellendoorn. Dus het zijn hele afwisselende routes in alle windrichtingen. Ja, ik hoor ook Itterbeek. Dus ook de Duitse buurman wordt uitgenodigd mee te doen. Ja, we hebben behoorlijk reclame gemaakt in het Duitse land. We zijn van Gronau tot Rijnen, van Nordhorn tot Ochtrup hebben wij onze folders en onze flyers verspreid en posters opgehangen. In het Duits allemaal. Dus we hopen dit jaar echt wel dat er ook een hele groep Duitsers deze kant op komt. Hoeveel mensen verwachten jullie? Hoeveel fietsers? Ja, normaal zitten we op 900 en we verwachten dit jaar toch wel om dik over de 1000 te komen. Het wordt vast met een beetje mooi weer erbij een geweldige fietsvierdaagse, ook na 70 jaar. Ja, het weer is natuurlijk de helft van het succes, zeg ik altijd, met elke activiteit, dus ook met het fietsen. En nogmaals, we hebben alle routes uitgepeild, dus het is heel ontspannen fietsen. Je hoeft niet continu op het papiertje te kijken. Je volgt de pijlen en je komt vanzelf weer terecht waar je terecht wil komen. De fietsvierdaagse, wanneer gaat die plaatsvinden? Ja, dat is altijd vaste traditie in de tweede week van de bouwvakvakantie. Dus in dit jaar betekent dat 6 tot en met 9 augustus. En we vertrekken elke dag vanaf Preston Palace. En hoe laat kunnen de mensen starten? Ze kunnen elke morgen starten om 8:30 en dan tot 11:00. En tot hoe laat mogen ze nog weer binnenkomen? Ja, 's middags tot 5:30, behalve vrijdag, dan is het 5:00, want dan hebben we 's avonds nog wat te vieren. Ja, als er wat te doen is in Almelo wil ik er wel graag bij zijn.